Beste broeders en zusters, vandaag is 13 maart, de tweede zondag van de 40-dagen-tijd. De lezing van deze zondag nodigen ons uit om na te denken over onze transfiguratie, onze bekering tot het nieuwe leven in God. En we beginnen onze lectie divina met de meditatie van het boek van leven van onze gemeenschap vandaag met nummer 103. Pedagogie, de pedagogie van Jezus. Natuurlijk is het door Jezus zelf dat wij begeleid worden, door zijn liefdevolle blik voor elk van zijn schapen. Wij zien dit vooral in het verhaal van de leerlingen op weg naar Emmaus. Heel de pedagogie, discretie en geduld van Jezus om zijn leerlingen te begeleiden en terug te brengen naar de weg van God en van de kerk, wordt voor ieder van ons beschreven. Jezus nadert en voegt zich bij hen. Op het eerste ogenblik loopt hij zelf in de tegenovergestelde richting met hen mee, terwijl hij luistert en tracht ze te begrijpen. Daarna komt hij binnen in hun vragen, laat hij toe dat ze het verwoorden en behaart hij van kromme haas. Vervolgens geeft hij hen het woord van God om hun geschiedenis te verlichten. Aangekomen in Emmaus blijft hij bij hen voor de maaltijd en brengt hij hen terug naar het sacrament. Ten slotte trekt hij zich dan heel discreet terug. Nu zijn zij terug in de goede richting, de richting van Jeruzalem, naar de zetel van Welwier, naar de zetel van Welwier, van de apostolische kerk. Wij zien hier in Jezus het model van goede, succesvolle begeleiding. Hij wist wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand hem over de mens inlichtte. De Heer doorworst onze gedachten en onze harten. Christus, de verlosser van de mens, openbaart zich aan ons door zijn blik van liefde. Dat is van Heilige Johannes van het Kruis. Dus de artikel uit ons boek van het leven van deze dag toont ons Jezus als een model van christelijke begeleiding. Het is een pedagogie van nabijheid, discretie en geduld. Nabijheid, discretie en geduld. Dat is wat we ervaren van Jezus zelf. De eerste lezing komt uit het boek Genesis, hoofdstuk 15. In die dagen leidde God Abraham naar buiten en zei: kijk naar de hemel en tel de sterren, als gij kunt. En hij verzekerde hem: zo talrijk wordt uw nageslacht. Abraham geloofde de Heer en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan. Toen zei God tot hem: ik ben de Heer die u uit Ur en Chaldea heb geleid om u dit land in bezit te geven. Abraham vroeg: Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen? Hij zei tot hem: haal een driejarige koe, een driejarige bok, een driejarige ram, een tortel en een jonge duif. Abraham haalde dit alles, sneed de dieren midden door en legde de stukken tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen roofvogels op de dode dieren af, maar Abraham joeg ze weg. Bij zonsondergang viel Abraham in een diepe slaap. Hevige angst en duisternis overviel hem. Toen de zon was ondergegaan,
en het helemaal donker was geworden, zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel die tussen de stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram. Hij zei: aan uw nakomelingen schenk ik dit land, vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat. Woord van de Heer. De eerste lezing laat ons Abraham zien, het model van de gelovigen. Met Abraham worden wij uitgenodigd om te geloven. Dat wil zeggen, tot een houding van totaal vertrouwen, van radicaal aanvaarding, van volledige overgave aan de plannen van deze God die niet tekort schiet en altijd trouw is, die altijd aanwezig is. Hij is trouw aan zijn belofte. De psalm is 27. De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Wie zou ik vrezen? De Heer is de schut van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem. Heb medelijden en wil mij verhoren. Tot u spreekt mijn hart naar u, zie ik op. U een schijn, Heer, tracht ik te zien. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij. Verstoot mij uw dienaar niet in uw gramschap. Want gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet. Verlaat mij niet, God, mijn verlosser. Ik reken erop nog tijdens mijn leven, de weldaden van de Heer te ervaren. Zie uit naar de Heer en houd dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. Dit gebed leert ons dat wij altijd vol vertrouwen zullen moeten bidden, vooral in tijden van beproevingen. De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Wie zou ik vrezen? De Heer is de schut van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? De tweede lezing komt uit de brief van de apostel Paulus aan de schriften van Filippi. Broeders en zusters, volgt mij na en houd hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want ik heb er u al vaak over gesproken en moet het nu onder tranen herhalen. Velen leiden een leven dat hen indeelt bij de vijanden van Christus Christ. Zij zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God. In hun schande stellen zij hun eer. Zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel. En uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvorming maken aan zijn verheerlijkt lichaam met dezelfde kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd al dus stand in de Heer, mijn geliefde. Woord van de Heer. Dus de tweede lezing nodigt ons uit af te zien van die houding van trots, zelfgenoegzaamheid en de triomfalisme die het gevolg is van de vervulling van uiterlijk riten. Onze gedante verandering, onze transfiguratie is het resultaat van een ware bekering van het hart, die dag na dag wordt opgebouwd onder het teken van het kruis. Dat wil zeggen van liefde en overgave van het leven. Onze zelf geven een hout uit liefde. Het evangelie is volgens Lucas, hoofdstuk 9. In die tijd nam Jezus Petrus, Johannes en Jacobus met zich mee en besteeg de berg om er te bidden.
Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. En zie, twee mannen waren met hem in gesprek. Het waren Mozes en Elia, die in heerlijkheid verschenen waren. En zij spraken over zijn heengaan, dat hij in Jeruzalem zou vertrokken. Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand. Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. Toen deze van hem heen wilde gaan, zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten opbouwen, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde. Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen. Uit de wolk klonk een stem die sprak: Dit is mijn zoon, de uitverkorene, luistert naar hem. Terwijl de stem weer klonk, bemerkte zij dat Jezus alleen was. Zij wegen erover en verhaalden in die tijd aan niemand iets van wat zij gezien hadden. Woord van de Heer. Het Evangelie stelt ons Jezus voor, de geliefde Zoon van de Vader, die door zijn uittocht, dood en het kruis, onze bevrijding tot stand brengt. Het bevrijdingsproject van God in Jezus komt niet tot stand door plannen van macht en triomf, maar door de overgave van leven en liefde, zelfs tot in de